Kijk even wie er naast mij loopt. Naast mij loopt Frans. En Frans heeft ook nog eens een keer een prachtige, kijk hier, even een prachtige Ajax-sjaal om. En Frans is, ja, is natuurlijk Ajax. En zijn bijnaam is, zeg het maar. Ja, opa Spoor. Opa Spoor, hier, ja, daar heb je het al. Kijk. Opa Spoor, altijd met de trein naar Ajax. Ja, deze jongens, die kennen wel die treinen, ja, natuurlijk. Dat zijn mijn vrienden, dat zijn mijn vrienden. Ja? Lekker onderuit, met een krantje, een biertje erbij. Luister eens even, wat betekent Ajax voor jou? Ga mij dat nou eens even vertellen. Ja, Ajax is voor mij een soort religie. Een religie. En een religie bestaat uit... Ja, waar bestaat dat allemaal uit? Het oude logo. Het oude logo. Dat is voor mij ontstaan uiteraard bij de meer. Leg mij dat uit. Waar zit het? In je hart. Wat? Ajax is een soort baken, een troost. Ajax is onoverwinnelijk eigenlijk. Het voelt onoverwinnelijk. Het is leg mij uit. Een baken, een troost, zeg jij. Wat is het dan? Een briljant. Het is mooi. Het is een soort museumstuk. Wow. Het is... Ja, Ajax is er altijd. Het is een soort lekker wijf, ja, dat steeds mooier wordt. Oh. Normaal gesproken worden mooie vrouwen als ze ouder worden. Ja, dan komen er wel eens wat rimpels in en dan worden ze minder mooi. Ja. Ik zeg niet lelijk, minder mooi. Nee, ja. Maar Ajax, dat wordt mooier. Ja, Ajax wordt ouder, maar steeds mooier. En dat is het Ajax-gevoel. Een soort onoverwinnelijkheid. Als wij uitspelen, is het voor elke tegenstander de wedstrijd van het jaar. En dan zit je in dat stadion, dan zit ik... Te genieten. Het is de wedstrijd van het jaar. Voor Utrecht, voor Feyenoord, voor Den Haag, voor PEC Zwolle, voor NAC. Je noemt het maar op. Het is de wedstrijd van het jaar. Ajax komt op bezoek. Uitverkocht. Volle bak. Zwaar. Dat is Ajax. Zwaar. Maar goed, je beschreef het net. Het is een briljant. Het is een... Ja, het is een levenswijze. Eigenlijk. Eigenlijk? Ja. Ajax loopt als een soort rode draad door je leven. Ja. Je eet Ajax, bij wijze van spreken. Je houdt die jeugd in de gaten. Je gaat naar jong Ajax. He, ik betrap me er zelfs op dat ik wel eens blij word als de dames winnen. He, dus, nou ja. Dat gaat behoorlijk ver, ja. Dat gaat heel ver. Maar je zegt een levenswijze is het. Ja, het is een soort levenswijze. Toch? Ja, voor de echte die-hard supporters is Ajax een levenswijze. Ja, absoluut, absoluut. En er zijn er heel veel zoals ik. Ja, misschien niet die al 48 jaar een seizoenkaart hebben. Ja. En uit hun thuis gaan en alweer in 30 landen geweest zijn. Nee. Maar ja, voor de echte die-hard supporters. Ja. Voor vele supporters die elke wedstrijd uit hun thuis gaan. Is het een soort levenswijze. Ja. Ik ben ervan overtuigd. Een soort religie. Misschien mag ik het noemen. Ja. Neem jij Ajax mee je graf in? Ja, er gaat wel iets mee mijn graf in. Ja? Ja? Ajax. Ja. Ja? Ja. Met het oude logo. Ja, wat gaat er mee in jouw graf in? Deze. Het oude logo. Ja, een hele bijzondere. Een reliquie. Gekocht voor de wedstrijd tegen de finale Europa Cup 2 tegen Lokomotiv Leipzig. In Griekenland gekocht. Nou ja, de mooie kan niet. Het is een Griekse god. Zou je een leven zonder Ajax kunnen voorstellen of niet? Of is dat... Nee. Nee, dat is een rare vraag. Nee, natuurlijk niet. Nee, hebben we niet meer rare vragen? Nee. Nee, dat bestaat niet. Nee? Nee. Dat is onmogelijk.